Tom Dumoulin, hè? Absoluut, hè? Ja, die moet het gaan worden vandaag. Ja, hartstikke leuk. Mijn zoon wielrent ook, dus die volgen het wel, hè? We hebben goede resultaten gehaald de laatste maanden, sinds we deze fiets hebben eigenlijk, gaat het een heel stuk beter gelijk. Daarbij hebben we nieuwe spullen gehad van Shimano en ja, dat gaat allemaal, zo gaan we steeds weer verder. Nu hebben de renners het parcours verkend, wat vinden de renners ervan? Snel vooral. Snel parcours? Ja, heel snel. De sfeer is geniaal. Kijk eens naar de zon. En wij genieten van A tot Z. En waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Enschede. En we zijn complete. Wij komen eigenlijk onderzaal. We zijn volledige wielerliefhebbers. En we zijn heel blij dat we hier zijn. En heb je een bepaalde favoriet met betrekking tot deze tijdrit? Tuurlijk, Dumoulin. Ja. Ik vind het wel een beetje een timide stemming hier hoor. Ja, maar we juichen en we springen wel op het moment dat er een wielrenner voorbij komt. En voor de rest zijn we lekker aan het genieten van de zon. En lekker met elkaar aan het praten en even weer contact opdoen. Kortom, het is gewoon een prachtige sfeer hier. Zo. Hoeveel mensen kunnen ze een beetje op de tribune, denk je? Ongeveer 120. En daarnaast hebben we in de tuin ook nog zitjes en mensen kunnen in de koffiehoek nog zitten. Dus we hebben ongeveer 150 tot 170 mensen hier rondlopen. Zijn nu voornamelijk wielerliefhebbers? Alleen maar wielerliefhebbers, ja zeker. Ja, dat is een super groot evenement natuurlijk. Hè. Dat zijn een van drie op wielergebied drie grootste evenementen die er zijn. Ronde van Italië, Ronde van Frankrijk, Ronde van Spanje. En dat dit evenement weer in Nederland mag komen, dat is uniek natuurlijk. Het is ooit in Amsterdam geweest en in Groningen en nu in Gelderland. En ja, het is heel bijzonder natuurlijk dat dit evenement hier mag starten. En wat ik vandaag al gezien heb en gisteren, het enthousiasme van de mensen, hoe Gelderland leeft met de Giro mee. Ja, zoveel mensen op de been. Ja, ik denk dat het evenement al half geslaagd is. Dus als we nou vandaag nog een hele mooie winnaar krijgen, dan is het, en morgen en overmorgen, ja, dan denk ik dat ze terug kunnen kijken op een geweldig mega-evenement.
Het is echt onvoorstelbaar wat hier gebeurd is. Schitterend weer, schitterende koers. Nederlandse winnaar. Absoluut. Ja, dit hadden we eigenlijk. Zo hadden we het wel gehoopt, maar nu is het ook uitgekomen ook nog. Dus ik ben heel blij met, met deze eerste etappe. Het was fantastisch. Het was echt in één woord fantastisch. We hadden het geluk dat wij in een volgauto over het parcours heen mogen, omdat we hier de prijsuitreiking mochten doen. Overal langs het hele parcours stond het belang van de mensen. Fantastisch. Gisteravond was het al heel erg mooi met de ploegenpresentatie op de markt in Apeldoorn. En vandaag ja, weer een fantastische dag. En dat Dumoulin ook gewonnen heeft. Ja, dat is mooi. Een geschenk natuurlijk, hè? Maar dat vindt iedereen, denk ik. De EHBO heeft een paar mensen gehad die wat hartritmestoornissen of dat soort dingen hebben. Maar voor de rest is het allemaal prima verlopen. Er waren natuurlijk genoeg geduchte tegenstanders van Tom Dumoulin. Maar dat het dan lukt, zeg maar, hier in Apeldoorn, ja, grandioos. En alles is prima verlopen, verder geen bijzonderheden gebeurd? Geen bijzonderheden, het weer zit mee. Volgens mij hebben heel veel mensen plezier gehad vandaag. En daar doen we het voor. We zijn heel blij dat we dit gezamenlijk hebben georganiseerd. Inderdaad, provincie Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen. We doen het met z'n allen. En de aftrap was gisteren al goed en werd vandaag nog eens een keer weer bekrachtigd. We hebben vooral ook de afgelopen 99 dagen heel veel mooie dingen rondom de Giro georganiseerd. Van jong tot oud hebben we heel veel mensen mogen betrekken bij de Giro. En dat is wat we willen. En als we het kunnen afsluiten met een roze Nederlandse winnaar vandaag, fantastisch. Het is echt ongelooflijk. Net werd het ook mij gevraagd was door Blauw Bloed trouwens. Die vroeg aan mij van nou, wat was uw mooiste moment? Nou, natuurlijk de koning, kroon op het hele event. En dan komt die parel van Tom Dumoulin er nog boven. Absoluut. Is de kroon compleet. En wat ik echt ook heel bijzonder vind, is dat de stad Apeldoorn, de mensen dus, dit zo opgepakt hebben. Het was een waar volksevent. Eén groot feest. Ja, het was één groot volksevent. Ik had het privilege om met een volgauto mee te mogen rijden, dus de hele route op parcours. En als je dan door die mensen, nou ja, drommen heen mag rijden, chapeau. En de bevolking heeft echt top opgepakt. Absoluut, iedereen heeft ervan genoten. Met andere woorden, Apeldoorn staat weer enorm goed op de kaart. Internationaal, absoluut. Ja, ik denk het wel. Je moet weten, er zijn meer dan 170, ik denk zelfs 190 landen waar het live uitgezonden is. En dat komt natuurlijk allemaal nog eens in de herhaling. 800 miljoen kijkers hebben we het over. Kijk, ze zullen niet met cohorten van miljoenen hier naartoe komen, dat hoeft ook niet. Maar ze kunnen wel zien dat Nederland Apeldoorn een feestje kan organiseren. Hè? Absoluut. En op topniveau ook. En ja, daar doe je het wel voor ook. Hè?